Bij Alcides zit Casper Goedkoop op de bank. Hij begon donderdag al aan zijn klus bij het Meppeler Alcides. Dat veel spelers moet missen. Vanwege blessures en ook vanwege schorsingen. Goedkoop is de vervanger van Eduard Lindeboom. Die afgelopen dinsdag werd ontslagen. En dan hoop je als Alcidiaan op een schokeffect. Maar dat lijkt er niet op. Want 3 minuten hebben we gespeeld. Als Achilles 1894 al op een 1-0 voorsprong komt. Het is Itz Hanema die scoort na de assist van Thomas Kareman. Goed begin voor Achilles 1894. De ploeg die vorige week won bij Richtersbleek met 3-2. En Alcides verloor bij de Bataven met 5-0. Beide ploegen 10 punten uit 15 duels staan dus in de gevarenzone. Dit is Kadir Usta. Na de redding is prima van Achilles doelman Renzo Hemmers. Pas 18 jaar. En Hemmers moet hier opnieuw aan de bak. Alleen het schot van Rick-Jan de Groot mist kracht. Alcides bijt dus van zich af naar die hele slechte beginfase. Dit is fraai zeg van de Groot. Alleen de poging had meer verdiend. Want dit is wel heel erg mooi. Stef Beuten het bos in. Maar ja, dan moet je wel beter mikken. Achilles. Remy Klaasens, bal richting Kareman. Kareman is los. Houdt dan het overzicht en ziet Raymond Schutte. En u hoort het, trainer Theo ten Kaat is blij. 2-0 Achilles. En dat nog binnen het kwartier. Kareman ziet dat Schutte er beter voor staat dan hij zelf en legt af. 2-0. En Achilles op weg naar een mooie uitslag, zo lijkt het. En de Assenaren gaan door. Bal richting Itz Hanema. Wat een mooie aanval van de Assenaren. En dan Bos. Oh jongen, Bos, wat doe jij? Theo ten Kaat kan zijn geluk niet op aan de kant. Maar dit is natuurlijk wel heel knullig. En had René Achterhuis, de doelman van Alcides, deze bal niet kunnen keren? Nee is het antwoord. Het staat 3-0. En Achilles 1894 zit op rozen. Maar dan moet je wel geconcentreerd blijven. Dat is Achilles hier niet. Maar Renzo Hemmers voorkomt dat Rick-Jan de Groot kan scoren. Zo gaan we rusten met de stand van 3-0. Bangma ook aanwezig. De oud-doelman van Achilles 1894. Hij speelt sinds kort in Duitsland. Rick-Jan de Groot. Schiet wie het niet raakt. Een vroege goal in de tweede helft zou natuurlijk nog wat kunnen opleveren, wellicht voor Alcides. Maar het zit er niet in. En Achilles blijft gevaarlijker. Schutte stuit ditmaal wel op Achterhuis. Kunnen de Meppelers nog iets doen aan de 3-0 achterstand? De Groot, de beste man, dat wel. Had veel kansen nodig, maar vindt nu Roy Visser. Die schiet binnen. Het is 3-1 met nog 25 minuten op de klok. Zou het dan nog kunnen? Ja, het was niet Van Houten die scoorde, daar leek het even op. Het was toch echt Visser. Maar een minuut na de 3-1 gaat hier Stan Haanstra. Hij kwam over van FC Groningen A1 twee weken geleden. En hij bedient Thomas Kareman. En Kareman schiet binnen. Het is voor de topscorer van Achilles zijn 11e van het seizoen. Achilles wint en het schokeffect van Alcides blijft uit. Ja, maar ik heb al vanaf het begin af aan gezegd, donderdag kwam de vraag, werd bij mij neergelegd. Ik zeg, luister, ik heb geen toverstaf. Het enige wat ik kan doen is aangeven hoe ik denk te moeten werken. En hopelijk gaan we daardoor beter verdedigen en beter aanvallen. Nou, en dat zijn dingen die tijd nodig hebben. En die tijd heb je eigenlijk niet. Dus je probeert in de afgelopen dagen die groep zoveel mogelijk voor te bereiden op de wedstrijd. Maar als ik achteraf kijk, dan was de ploeg absoluut niet klaar om te spelen. Die wedstrijd van ons was natuurlijk zo belangrijk tegen Alcides. Dus we hebben gewoon afgesproken om vanaf het begin af gewoon vol pressie te spelen. Nou, dan creëer je zelf kansen en je zorgt ervoor dat de tegenpartij fouten gaat maken. Nou, dat is in de eerste half uur gebeurd en dan staan we 3-0 voor. Dan de stand in de zondag hoofdklasse C. Bikwik 1887 blijft koploper ondanks een 0-0 gelijkspel bij Silvolde. MSC won met 1-3 bij de Bataven, klimt naar plek 7. En Achilles 1894 is Alcides voorbij.